Bij een goede Indische maaltijd hoort natuurlijk goede rijst. Wat is nou lekkere rijst? Nou, dit zijn bijvoorbeeld twee lekkere soorten, pandan en basmati rijst. Zijn heel geschikt. De basmati komt uit de Punjab, dat is een lange droge korrel. Die komt oorspronkelijk uit India, uit het Punjabgebergte. Pandan rijst, dat wordt ook wel jasmijnrijst genoemd, is een beetje wat kleffere rijst. Heel geschikt voor Indische maaltijden. Erg lekker, aromatisch, zijn allebei aromatisch. Je kunt ook een gewone langkorrelrijst gebruiken. Wil ik wel een negatieve rijstadvies geven. Je hebt ook van die snelkookrijst, toverrijst. Dat is helemaal al doodgekookt, zit geen kraak of smaak meer aan. Dus dat is zonde om je maaltijd daaraan te verpesten. Dat doen we gewoon niet. En we gaan het koken in een rijstkookpan. Dat is een ontzettend handig hulpmiddel. En kan, als je het goed doet en je meet het goed af, kan je rijst eigenlijk niet mislukken. De meeste Aziatische mensen hebben zoiets in huis, want in die cultuur, ze hebben echt een eetcultuur. Kom je daar als gast, krijg je geen koffie met een droog biscuitje, krijg je gelijk een bord eten voor je neus. Dus ze hebben de hele dag zo'n pan aanstaan, hij blijft ook warm, hij heeft een warmhoudstand. En dat is super makkelijk. Deze kan je trouwens ook gewoon bij de blokken kopen. Deze is van Tomado. Maar je kunt natuurlijk ook in de Aziatische winkels en toko's kun je rijstkookpannen ook hele grote kopen. Nou, ik denk dat we vandaag voor de pandanrijst gaan. Vroeger geurde de pandanrijst heel erg naar pandan. Als je pandanrijst, pandan is een soort blad. Als je pandanrijst aan het koken was, rook je hele huis naar de pandan. Op de een of andere manier hebben ze die smaak eruit gehaald of niet meer toegevoegd. Dus het is niet meer zo aromatisch als vroeger. Nou, het geheim is dat je het afmeet. Ik hou altijd aan 4 kopjes rijst. 1, 2, 3, 4. En je moet zelf even kijken wat voor jou het beste werkt. 4 kopjes rijst en dan 5 kopjes water. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan zetten we hem aan. Kijk, hij heeft een, als alles erin zit, druk je deze knop naar beneden, gaat het rode lampje branden. En als de rijst klaar is, dan springt hij omhoog, gaat hij in de warmhoudstand, gaat het oranje lampje branden en dan blijft hij gewoon uren warm. Dus ik zet het nu aan, ik doe er een klein beetje zout bij. En dan gaan we even omroeren. Het is een anti-aanbaklaag, dus je mag er geen metalen lepel voor gebruiken. Roer het even om. Gaat het deksel erop. En nu is het een kwestie van afwachten. Als hij klaar is, dan slaat hij af en dan blijft hij gewoon warm. Dus verder hoef je er niks aan te doen, kan niet mislukken. En in de tussentijd dat de rijst bezig is, ga je je andere gerechten bereiden. Nou, we zijn nu ongeveer een half uurtje verder, denk ik. En als het goed is, is de rijst nu klaar. Kijk eens. Altijd even een beetje loswerken met de vork. Zorg dat je niet krast met de metalen punten. Het laagje is vrij kwetsbaar. Kijk eens, dan heb je hier een pan heerlijke rijst. Kijk eens. Eet smakelijk.